at me, y'all. Peace. Goedemorgen, het is dinsdag. Patrick en ik hebben nog geen uitslag van de van de SOA-test, zou ik zeggen. Van de coronatest. Maar Thijs en Mandy zijn negatief getest. Gistermiddag de uitslag gekregen. Dus lekker weer naar school. Yay! Goedemorgen, het is ondertussen woensdag. Gisteren kregen we te horen van de GGD dat de uitslagen van Patrick en mij niet getest konden worden, want er was te weinig slijm. Dus Patrick en ik moesten gisteren nog een keer getest worden. Ja, dan vul je jezelf zo, denk je. Maar goed, gistermiddag, gisteravond hebben we te horen gekregen dat ook wij negatief zijn. Dus we mogen weer overal toe, yay! Thijs gaat dus ook vandaag weer naar school. Hij zou gisteren naar de schoolfotograaf gaan, maar de schoolfotograaf die was de datum. Dus nu komt de school voor.
inlichtingendiensten uit maar liefst 16 verschillende landen samenwerkten. Ze verkochten telefoons aan criminelen die niet wisten dat ze daarmee bespied werden. Dat ging via een speciaal daarvoor bedacht telefoonnetwerk met de naam Anon. Het is een afgesloten netwerk. Je kunt alleen berichten sturen als je toegang hebt. Het is dus niet voor jou of mij. Criminelen maken graag gebruik van zo'n afgesloten netwerk omdat niemand dan kan achterhalen wat ze doen. Ze dachten dat het bij Anon ook zo was. Maar dit telefoonnetwerk was juist bedacht door de politie die dus alles kon volgen. En zo blazen agenten anderhalf jaar lang mee met miljoenen berichten over allerlei criminele zaken. Je moet het zien als zijnde een WhatsApp. Je kan ermee één op één berichtjes sturen, je kan er groepsberichtjes mee sturen en je kan er van... Miljoenen berichten over allerlei criminele zaken. Je moet het zien als zijnde een WhatsApp. Je kan ermee één op één berichtjes sturen, je kan er groepsberichtjes mee sturen en je kan er fotootjes mee sturen. Alleen, men denkt dat het geheim is, maar in dit geval was het niet geheim. We konden alles meelezen. Dat zijn foto's over drugslabs, dat zijn foto's over wapens, foto's over hoeveelheden drugs. Dus ja, het was gewoon...
En ik heb een auto gewonnen met... Heb je weer een nieuwe auto? Ja, ik heb twee nieuwe auto's. Eentje gekocht. En eentje heb ik gewonnen via de rat. Deze heb ik gekocht. En deze heb ik... Zelfde shirt weer. Ja, deze heb ik gewonnen. Dit is echt rete snel. Oké, maar laatst had je ongeveer zo, ook zo'n model. Dit is een alleen andere. Alleen dezelfde kleur van je shirt. Ja, of was het weer een ander model? Dat was een ander model, maar deze is echt rete snel. Dat je dat bij kan houden, ik zou al lang genoeg zijn. Ja, ik ben het wel gewend, gelukkig. Ja, als je gewend bent, dan is het wel rijden. Ja, en ook de overzicht ook hebben. Ja, en als de route zo al ligt. Oeh, dat ging me echt goed. Ja, bijna. Dat ging goed hoor. Draaien. Maar in ieder geval geen auto, die heb ik pas al gehad. Ja. Die heb ik maandagochtend gewonnen. Oh, nou, maar het is wel fijn dat je al zulke auto's kan winnen, want hij is echt snel. Ja. Is goed. Yeah, baby! Living the dream! Free last! The Diamond Casino and Resort. Fight the evil of boredom with high-stakes gaming. Rich people truly are happier. Sorry, I can't get there at the moment. Something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it by. Hey, Danny. Ik begin nou 9 uur. Dat is lekker. Dat is echt lekker hoor. Lekker.
zeg je? Ja, ook op vrijdag.
kijk welke auto ik gejat heb net. Oh, dat is ook wel een mooie. Ja. Yes, dankjewel. Dat is ook wel een mooie. Nee, daar is het allemaal bij. Oh. Maar als je zo'n auto hebt gestolen, dan kan je niet de kleur veranderen, toch? Kan wel, als het... dan kan je wel een auto... Dan kan je wel veranderen qua kleur, ook al heb je hem gestolen. Oké. Fresh wheels you got there! Ga je nog scheren of ga je vanavond scheren? Ik ga vanavond wel scheren. Zijn die andere bekers ook kleiner? Ja. Dank je. Alsjeblieft. What can I do? What are we doing then? What's it going to be? So, what's up?